Rosebel Gold Mines NV en de Canadian Fund for Local Initiatives hebben afgelopen zondag de Packinghouse Assigrong officieel geopend. Dit pakhuis is ook tot stand gekomen door Bonanza Agro Industries NV. Het doel van het project is het bevorderen van agrarische ontwikkeling in district Brokopondo, met de nadruk op verwerking van grondstoffen tot adequate en kwalitatieve eindproducten. Linus Dico, directeur van Bonanza Agro Industries, deed namens de gemeenschap van Assigrong in 2018 de aanvraag voor de bouw van het pakhuis. De afgestudeerden Naomi Coupijn en Selvin Bishop, die 2 weken geleden hun masterthesis hebben overhandigd aan het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, AWJ, hebben gisteren een presentatie gehouden voor de minister van AWJ en zijn staf. De onderzoekingen hebben de aandacht van het ministerie, omdat deze direct de beleidsgebieden van het ministerie raken. Minister Stephen McAndrew vond de presentatie belangrijk, omdat hierdoor het beleid kan worden aangescherpt. De bewindsman wil hiermee ook ontwikkelde onderzoeksmethoden toepassen bij de voorbereiding van het beleid. De Raad van Commissarissen van Staatsolie heeft zich gisteren samen met president Chandrika Prasad Santokhi gebogen over focus areas rond de verdere ontwikkeling van het bedrijf CQ, de olie- en gasindustrie. RVC-president-commissaris Herman Alendi zegt dat de Raad sinds haar aanstelling bezig is geweest zich in te werken in al hetgeen dat gedaan moet worden. Tijdens de ontmoeting met president Santokhi is er afgestemd over hetgeen de regering nastreeft met het bedrijf en zijn ook de focus areas besproken.